AI kan de mensheid uitroeien of een glorieuze toekomst brengen. Dat zeggen de makers. Als je het aan mij vraagt, slaan beide visies nergens op. Mijn naam is Ilyas Nasrullah en ik wil dat jij je niet laat misleiden door domme software die zich slim voordoet. Welkom in de AI-fabriek, nu in je podcast-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, lieve kinderen. Het is 5 december. Maandag. Nee, ik ben gereed Sinterklaas. Het is wel een beetje Sinterklaasavond vanavond. Veel mensen hebben al gevierd afgelopen zaterdag. Naast mij zit Ivan Verrips. Morgen was. Een nieuwe werkweek en vol verwachting klopt ons hart. Wat de dag gaat brengen. Nou, 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws. Doen we niet op rijm uiteraard, want zo techie zijn we niet. Het Europese importverbod van Russische olie gaat vandaag in. Je hoort het al van Debbie. Dat betekent slecht nieuws aan de pomp, want daardoor kunnen de prijzen omhoog. En het rommelt nogal in Iran, want die protesten van de afgelopen weken, die steeds massaler werden, die lijken effect te hebben. Maar ja, dat hebben we eerder gezien in Iran, dat het lijkt effect te hebben. Dan moeten we maar zien wat dat gebeuren gaat. We geven inzicht in de dag die komt op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Dus de vliegende start van je werkdag. We beginnen met die olie. Vandaag gaat dat Europese importverbod op Russische olie in. En de olieproducerende landen hebben besloten om de productie ongewijzigd te laten. Dat besloot het verbond OPEC+. En daar zitten de Russen ook in gisteren in een vergadering. We praten erover met Jillis van den Beukel, energiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Meneer van den Beukel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat gaat dit doen? Want de OPEC-landen hebben gisteren gezegd, ja, die olieproductie die laten we ongewijzigd. Is dat goed nieuws? Ja, en dat was ook eigenlijk wel de verwachting. Die OPEC-landen die willen eerst eens kijken van hoe gaat zich dit verder ontwikkelen. Mm-hmm. Want ja, dat is nog niet zo duidelijk. Hoeveel Russische olie verdwijnt er van de markt? En het andere wat op dit moment speelt, hoe gaat het met de olievraag nu China toch in de problemen zit met corona, ja, en er zich toch in meer of mindere mate een wereldwijde recessie aandient? Ja, en dat heeft enorme druk gegeven de laatste tijd. Hè. Ook aan de pomp hebben we dat gemerkt. De prijzen zijn gewoon lager geworden, maar wat gaat dit nou doen? Want de energieministers hebben natuurlijk afgesproken een prijsplafond in te stellen op Russische olie. Maar wat gaat er dan vandaag precies in? Welke sancties krijgen we dan? Wat vandaag ingaat is het embargo van de EU op Russische olie. Een partieel embargo omdat het alleen voor de zeegaande olie, het vervoer per schip, geldt. En wat er daarnaast nu ingaat is het prijsplafond van de G7 en de EU-landen. Mm-hmm. Wat betekent dat shippers en verzekeraars alleen die Russische olie mogen vervoeren die verkocht is volgens dat prijsplafond. Juist. Wat is ingegaan op $60 per vat. Mm-hmm. En hoe streng is dat Europees verbod? En wie gaat dat handhaven? Is natuurlijk wel vrij belangrijk. Nou, dat zal toch bijvoorbeeld met een douane, zowel voor is het überhaupt Russische olie, als aan wat voor prijsplafond, wat voor prijs is het verkocht. Mm-hmm. Ja, en dat is toch niet zo eenvoudig. Nee. Omdat die hele implementatie, ja, dat is wel een beetje afwachten. Ja, hoe soepel of niet zo soepel dat gaat lopen. Ja, want Rusland kan gewoon wel blijven exporteren, hè, naar markten waar dat importverbod niet is ingesteld. Gaat men dat inderdaad zien, dat ze nu proberen om hun olie elders in de markt te brengen? En ik begrijp, dan is ook de vraag en vrees, kan het zijn dat die olie weer teruggeleverd wordt naar Europa? Met een ander stickertje erop, zou ik maar zeggen. Ja, dus om met het eerste te beginnen, ja, die olie die zie je al maandenlang steeds meer en meer naar landen als China, India gaan. Dat is een geleidelijke ontwikkeling, die zal nu verder gaan doorzetten. Ja. Dat is één. Ja, en soms zal die olie weer terugkomen, bijvoorbeeld in de vorm van diesel. Uh-huh. Zegt dat een raffinaderij in India nu relatief goedkoop Russische olie opkoopt. Hè, want er zit een ook zonder dat prijsplafond geeft Rusland al een forse korting. Mm-hmm. En dat die dan in de vorm van dure diesel weer terugkomt naar Europa. Ja, precies. En dat is natuurlijk iets wat we niet willen. Wat de belangrijkste inzet was van het hele verhaal, van het importverbod en het prijsplafond, is dat wij, althans in Brussel wilden, dat de Russen niet verdienden, hun oorlogskosten niet konden spekken door de verkoop van olieproducten. Maar gaat dat lukken? Dat gaat op de langere termijn wel lukken. Maar het risico op de korte termijn is dat het een opwaartse druk geeft op de olieprijzen. Ja. Ja, en dat is iets wat we niet te veel willen. Dus voor de EU en de G7 is het
Ja, de opgave, de uitdaging om de juiste balans te vinden tussen Rusland pijn te doen, maar jezelf niet te veel pijn te doen. Ja. En ja, hoe dat gaat uitwerken, ja, daar is iedereen eigenlijk gewoon heel benieuwd naar. En ook hoe ver gaat die Russische olieproductie omlaag? Ja. Orde van grootte 1 miljoen vaten per dag, misschien 10%. Maar dat is echt afwachten. Ja. Wat gaan we merken aan de pomp? Gaan we direct effect hiervan zien, van dit embargo? Nou, het grappige is, voor de pomp en de olieprijs in zijn algemeenheid, ja, werken nu twee effecten tegen elkaar in. Dit geeft een opwaartse druk op de prijzen, ja. Maar de angst voor een recessie en de problemen met de olievraag in China, dat geeft een neerwaartse druk. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat het een beetje tegen elkaar uitmiddelt. Ja. Als we kijken naar die diesel, de prijzen daarvan zijn weer een heel klein beetje hoger aan de pomp, omdat er gewoon veel vraag is. En u zegt, het kan bijvoorbeeld via India komen, maar diesel is iets wat met name uit Rusland kwam. En nu, we willen wel blijven doordieselen. Hè? Al onze trucks die rijden op diesel zo'n beetje in Nederland, om maar een dwarsstraat te noemen. Waar halen we die diesel vandaan die nog betaalbaar is? Gaat het niet ten koste van andere landen? Nou, diesel is een wereldmarkt, dus ja. Het kan zijn dat voor diesel hetzelfde gebeurt als voor LNG, dat Europa door de portemonnee te trekken zich uit de problemen haalt. Ja. Ja. Dat er gewoon wereldwijd veel diesel naar Europa komt. Ja, en wat verder meespeelt, wat nu ingaat, 5 december, is een partieel embargo op de ruwe olie, maar nog niet op de olieproducten. Aha. Dat komt pas in februari volgend jaar. Niet gezegd dat Poetin dat spel en die tijdlijn meespeelt. Nee. Poetin heeft misschien zijn eigen tijdlijn voor dit soort dingen. Duidelijk, dank voor de toelichting. Jiddis van der Beukel, energiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ochtendnieuws. Dan zijn de voedselprijzen wereldwijd aan het dalen. Voor de 8e maand op rij volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. En Trouw schrijft daarover vandaag. En dat komt onder andere door die verlengde graandeal tussen Rusland en Oekraïne. Daardoor blijft de prijs dus dalen. Klinkt als goed nieuws, maar de VN maakt zich nog steeds wel zorgen of arme landen nog wel aan voldoende en vooral betaalbaar voedsel kunnen komen. Dit jaar importeerden alle landen gezamenlijk voor 1,9 biljoen dollar aan voedsel. 1900 miljard dus. Maar arme landen kregen vanwege die hoge prijzen vooral wel minder voedsel voor hun geld. En voedsel verbouwen in veel landen wordt ook steeds moeilijker. Heeft te maken met onder andere klimaatproblemen. Maar ook bijvoorbeeld kunstmest dat veel duurder is geworden. En daardoor zullen arme landen steeds minder voedsel produceren. En dat duurt volgens die Voedsel- en Landbouworganisatie tot 2023. Dat is volgend jaar. Hoewel de prijzen nu weer even hoog zijn als in november vorig jaar, blijft voedsel in vergelijking met de jaren ervoor duur. Want in november vorig jaar was de voedselprijs al op zijn hoogste punt in 10 jaar. De Europese Unie moet zijn regels voor staatssteun versoepelen om te voorkomen dat strategisch belangrijke energie-intensieve industrie naar Amerika verplaatst, zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Dat deed ze gisteren in een speech in Brugge in België. En daarmee opent het FD vandaag. En dat pleidooi is uiteraard een reactie op die Inflation Reduction Act van de regering Biden. Zo wil, namelijk met miljoenen miljarden dollar subsidie, de regering Biden groene investeringen en innovatie aanjagen, zeggen ze. Eigenlijk bouwen ze daarmee gewoon virtueel een beschermingsconstructie, een muur rond Amerika. Want bedrijven en consumenten krijgen korting in subsidie op bijvoorbeeld elektrische auto's die gebouwd zijn in Amerika. Betekent nu ook dat er al een aantal grote fabrikanten zijn die gaan elektrische auto's daar bouwen. Ja, dat is lastig, die steun uit Amerika, ongeoorloofd, zegt mevrouw van der Leyen dus, die zou ook toe kunnen leiden dat gevestigde bedrijven in Europa alles verplaatsen naar Amerika. Ze zet de deur open voor meer EU-financiering voor de energietransitie van de industrieën die dus van strategisch belang zijn. En ook gaat van der Leyen de Europese regels rond overheidssteun in de Green Deal onder de loep nemen. Nou, tegelijkertijd zegt van der Leyen in haar speech dat de EU moet zorgen voor een gelijk speelveld tussen de handelsblokken in de wereld. Europa moet daarom in gesprek gaan met de Amerikaanse autoriteit over die Inflation Reduction Act. De Amerikaanse delegatie is vandaag in Brussel. Het Amerikaanse steunpakket staat daar op de agenda. En we weten, vorige week was Emmanuel Macron op een staatsbezoek bij de president en heeft dit verhaal daar aangekaart met de Europese pet op. Dan de gift that keeps on giving. Het ziekenhuis Isala in Zwolle heeft jarenlang, zonder het te weten, gebouwen gehuurd van 5 cardiologen die bij datzelfde ziekenhuis werkten, in dienst waren. Het gaat om meerdere panden naast het hoofdgebouw van het ziekenhuis, waarvan die cardiologen via allerlei verhullende constructies de eigenaar waren, schrijft NRC, dat dus al langer publiceert over dit vijftal.
Justitie verdenkt ze van corruptie, onder meer door jarenlang geheime betalingen te ontvangen van een fabrikant van pacemakers. In juni deed de Field ook een inval bij die 5 cardiologen. Nou, je weet, dan is er wel iets aan de hand. En vandaag blijkt dus ook dat de cardiologen vastgoed in beheer hadden die ze aan het ziekenhuis verhuurden. Daar betaalde het Isola jaarlijks 3,5 ton voor, maar het ziekenhuis wist dus niet dat die medisch specialisten de eigenaren van die panden waren. De cardiologen hebben inmiddels geen belang meer in het vastgoed, schrijft NRC. Het is ook niet duidelijk op wiens initiatief dat belang is opgeheven. Het Isola ziekenhuis zegt in een reactie dat men inderdaad niet wist dat het vastgoed aan die cardiologen toebehoorde. Toch vindt het ziekenhuis niet dat er sprake is geweest van ongewenste belangenverstrengeling. Ze vinden het eigenlijk wel prima. Als je vandaag met de trein naar Zoetermeer wil, of van Zoetermeer, of daar wil uitstappen, dan kan je het voorlopig heel even op je buik schrijven. Waarom Zoetermeer eigenlijk de persona non grata van de trein is, hoor je straks. Maar wij gaan eerst naar dit, want ex-president Donald Trump's nieuwste uitgeleider is een forse. In een post op zijn eigen social media vehicle, Truth Social, riep hij dit weekend op tot het opheffen van alle regels, inclusief de Amerikaanse grondwet, omdat al die regels hem hebben weerhouden van het presidentschap in 2020. Een woordvoerder van het Witte Huis was vrij snel met zijn reactie. Andrew Bates, die zei: de opmerkingen van Trump zijn een gruwel voor de ziel van onze natie en moeten universeel worden veroordeeld. De bekende partijgenoot van Trump, Liz Cheney, die een uitgesproken criticus is van hem en vicevoorzitter van het comité dat onderzoek doet naar de bestorming op 6 januari van het Capitool, tweette dat Trump een vijand van de grondwet is. Ja, dit is niet een handige uitglijder, want Amerika en de Constitution die zijn heilig. Iran zou de omstreden moraalpolitie willen afschaffen. Nou, dat meldt de Iraanse procureur-generaal. Maar gaat dat dan werkelijk gebeuren, is de vraag. Dat komt waarschijnlijk onder druk van alle protesten in Iran die ontstonden na een arrestatie door die politie, juist die politie van een vrouw die vervolgens in de cel om het leven kwam. En inmiddels is dat vaker gebeurd. En zorgt dat voor grote, tenminste voor zover we dat in het gesloten land horen, voor grote protesten. Bij ons Sander Terphuis, jurist, mensenrechtenactivist. Zijn wieg stond in Iran en hij is nu bij ons. Meneer Terphuis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als dit klopt, hè, dit nieuws, dat de moraalpolitie is afgeschaft, wat betekent dat? Nou, u zegt het terecht, hè, als het klopt. Want het regime heeft die moraalpolitie ook wel hard nodig, hè, om die demonstraties neer te slaan. Dus ik denk dat het meer gewoon een soort spelletje is van het regime in Iran. Maar als het klopt, is het natuurlijk wel een fundamentele wijziging. Een enorme koerswijziging van het regime. Want het regime leunt al jaren op dat. Op die moraalpolitie, hè, om te handhaven, om de demonstratie ook de kop in te drukken. Ja. Dus het is nog, als dat waar is, is dat een behoorlijke koerswijziging, absoluut. Maar wat betekent dat effectief in het land? Want hè, naast de moraalpolitie hebben we ook nog de revolutionaire garde, wat weer een andere, echt een legeronderdeel is volgens mij. Dat is ook niet altijd heel chic opgetreden tegen mensen die iets anders wilden dan het regime. Maar wat doet dit als die moraalpolitie niet meer bestaat? Is er dan een grotere mate van vrijheid in het land? Nee, ik denk het niet. Weet u, nee. Meneer Van Werven, dat is, ik zeg, het lijkt een beetje op een soort een taalspeling of woordspeling, hoe je dat wil noemen. Hè? Zo van, dan doen we de moraalpolitie weg. Mm-hmm. Voor hetzelfde geld gaat hij gewoon verder onder andere naam. Hè? Ja, ja. Maar u zei het ook wel terecht, die revolutionaire garde, die werd dus na de Islamitische revolutie in 1979 opgericht, die handhaaft echt met ijzeren hand. Die heeft zelfs enorme machtsmiddelen, tot en met inzet van tanks en automatische geweren, als het erop aankomt. Dus dat zal niet vreselijk veel veranderen. En het hele fundament van het regime is gebaseerd op een extreme vorm van islam, een uitleg van de Koran. Hè? Ja, dus waarbij zelfs vrouwen verplicht zijn om een hoofddoek te dragen. Ja. Dus ik denk dat van het fundament zal eigenlijk niets veranderen. Nee, en dus zou dit iets kunnen zijn waarvan de mensen die nu demonstreren denken van, nou, dat is slag 1 voor ons, we zetten door. Want ik neem aan dat het regime nu denkt van, nou, dit is een cadeautje wat we geven, en dan is de angel uit het conflict. Ja, ik denk dat we echt wel vooral, ik zou zeggen, in voetbaltermen te blijven in deze tijden, moeten we echt de oog op de bal houden, namelijk de bevrijding van het Iraans volk. We moeten echt, het islamitische regime moet en zou moeten verdwijnen deze keer bij deze demonstraties. Ja. Na zoveel doden, gewonden, arrestaties, vooral kindermoorden, vergeet dat niet, hè. Ja. En seksueel geweld tegen vrouwen in gevangenissen. Dus het regime moet verdwijnen. En dit gebruiken ze werkelijk
enkel als afleidingsmanoeuvre. U moet zich beseffen dat op 24 november vond er een speciale zitting van de Mensenrechtenraad plaats, hè, van de Verenigde Naties. Ja. Nou, dan werd Iran veroordeeld. Er moest ook zelfs onderzoek komen naar hun gewelddadigheden, naar hun misdaden. Mm-hmm. Ik denk dat ze nu dit doen, enerzijds om het internationale druk er een beetje de druk van de ketel te houden. Mm-hmm. Te halen, zo van, nou ja, nu we hebben toch ons huiswerk nu goed gedaan. En andere keer proberen de demonstranten zo enigszins tegemoet te komen. En interessant is wel dat dit toont wel aan dat het regime enorm wankelt. Hè? Ja, precies. Want die gaan ze echt niet uit zichzelf doen, meneer Van Werven. Geloof me maar. Dat is dus puur angst. En dat geeft, integendeel, het geeft ook de demonstranten ook extra lucht, extra energie. Ja. Om weer massaal de straat op te gaan. Ja. Dus ik hoop dat ik binnenkort bij uw programma kan komen vertellen dat de Iran is bevrijd. En dan ga ik zelf ook terug naar mijn oude huis. Dat begrijp ik, meneer Terphuis. Maar tot die tijd laten we daar inderdaad op hopen. Maar de grote vraag is: dat Iraans regime, hoe gaat dat reageren? Want dit is eigenlijk, als we dat dan goed beschouwen, naar uw betoog net, dit is symboolpolitiek. Het is bedoeld om even de internationale aandacht af te leiden en van de demonstranten weg te halen. Het kan zijn op een gegeven moment dat als het zich echt bedreigd voelt, dat regime, dat het ingrijpt, hè, met die revolutionaire garde. En dan wordt het schieten op burgers. Ja, dat is wel een echte angst. Goed dat u dit ook wel dit punt aansnijdt. Maar dat hebben ze ook op zich gedaan. Hè? In de steden als Mahabad en Sanandaj. Het zijn in steden in de Koerdische provincie. Uh-huh. Daar hebben ze ook tanks in gezet. Hè? Daar hebben ze ook met automatische geweren geschoten. Dus dat kan ook best zijn dat ook in grote steden gaan doen. Zoals Isfahan, Shiraz en Teheran. Ja. Maar daarom zeg ik, ik hoop zo dat het internationale gemeenschap nu de druk juist blijft uitoefenen. Uh-huh. En, nog veel belangrijker, zo snel mogelijk met een onafhankelijke internationaal team naar Teheran gaat om de misdaden te onderzoeken. Maar nogmaals, ik zei het al, als u ziet alleen maar werkelijk de berichten die ik uit Teheran krijg over seksueel geweld in gevangenissen. Ja. Het is onbeschrijfelijk. Het is echt de misdaad tegen de menselijkheid. Dus de internationale druk moet er blijven. En dan zult u zien dat het, en vooral nu, want vandaag, morgen en woensdag zijn er landelijke protesten en stakingen aangekondigd. Dus het kan best zijn dat het eind van de week de kaarten heel anders liggen. Ja, nou, ik hoop u inderdaad binnenkort met het goede nieuws te spreken, dan uw goede reis te wensen naar Teheran. Dank u zeer. Dank, tot ziens. Van Terphuis, jurist en mensenrechtenactivist. Ochtendnieuws. Ja, dan waren er veel zorgen door die hoge energieprijzen. Hè. Veel huishoudens zouden afgesloten worden van gas en elektra. Ja, maar dat blijkt tot nu toe mee te vallen. Tot nu toe zijn er minder dan 4.000 huishoudens afgesloten. Blijkt uit onderzoek van het AD. En vorig jaar ging het nog om zo'n 5.000 huishoudens bij wie dat gebeurde. Sinds 26 oktober zijn er strengere regels voor bedrijven om energiecontracten te beëindigen. En volgens het Algemeen Dagblad blijkt dat netbeheerders vaak het zekere voor het onzekere nemen en dus terughoudend zijn met die afsluitingen. Tussen eind oktober en eind november is er zelfs helemaal niemand afgesloten. En ook monteurs die proberen wat te helpen. Zij moeten bijvoorbeeld daadwerkelijk huishoudens afsluiten, maar wijzen er dan wel even op van, ja, je kan een nieuw contract afsluiten of je kan hulp vragen bij de gemeente. En misschien wel een geruststelling, als er medische apparatuur in huis is, dan mag er überhaupt niks afgesloten worden. En als er ergens anders schrijnende omstandigheden zijn, dan mogen zij er ook voor kiezen om dat niet te doen. Bij 10-15% van alle bezoeken draaien monteurs daadwerkelijk de leidingen dicht en bij de rest dus niet. Toch is er niet alleen maar goed nieuws. Netbeheerders proberen sinds 21 november om de achterstanden weer in te halen. En daardoor bestaat de kans dat de komende tijd meer mensen worden afgesloten. Ook het verbruik zal toenemen en dergelijke. Dus wellicht de prijzen en de betalingsproblemen ook. En dan, wat staat op het menu in Den Haag vandaag? Politiek verslaggever Leendert Beekman praat je bij. Goedemorgen. Landbouwminister Piet Adema gaat voor het eerst vandaag om tafel zitten met onder andere boeren, natuurbeschermers en provincies. Ze gaan afspraken maken over de toekomst van de landbouwsector. En ze willen weten hoe de toekomst er precies uit komt te zien. Het is de bedoeling dat deze gesprekken ergens in maart, april gaan leiden tot een landbouwakkoord. De eerste bijeenkomst is nog niet bedoeld om direct inhoudelijke gesprekken te gaan voeren, maar het gaat vooral over procesafspraken. Verder presenteert staatssecretaris Van Ooyen van VWS samen met ministers Carola Schouten van Armoedebeleid en Hugo de Jonge, Volkshuisvesting, het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Eerst een thuis. Het plan moet ervoor zorgen dat er in 2030 niemand meer zonder woning zit. Nederland moet zich hieraan houden, heeft zich hieraan gecommitteerd door het ondertekenen van de Lissabon-verklaring.
Verder wordt er in de Kamer nog gesproken over de herziening van de pensioenwet, vrije artsenkeuze en is er een wetgevingsoverleg onderwijs, cultuur en wetenschap over het emancipatiebeleid. Dit en meer vandaag in Den Haag. Ja, en dan gaan we nog even gokken. Oh? Iwan? Ja, oh? Want zo'n 100 Nederlandse gokkers en voormalige gokkers eisen geld terug van een groep online casino's. Oh? Ja, volgens een advocaat mochten die casino's helemaal geen kansspelen aanbieden, omdat het eind vorig jaar nog illegaal was. Dat is interessant, dus je hebt wel gegokt op een illegale site, uh-huh, en dan kom je achteraf terug en zeg je van het was illegaal wat ik deed. En u ook trouwens, dus u krijgt geld van u. Nou, de Volkskrant schrijft erover. We hebben gesproken met advocaat Benzi Loonstein. En volgens hem gaat het vaak om kwetsbare jonge mensen die diep in de problemen zitten. Een anonieme gokker zegt bijvoorbeeld in de krant dat hij in een paar jaar tijd 150.000 euro heeft vergokt. Nou, Loonstein erkent dat spelers hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Maar, zegt hij, online casino's hebben de gokverslaving actief aangewakkerd door mensen er naartoe te lokken met bonussen en andere aanbiedingen. Nou was tot oktober vorig jaar het aanbieden van kansspelen illegaal, online. Maar ook toen deden al online casino's aan die praktijk, zegt hij. En hij vindt ook dat online casino's hun zorgplicht hebben geschonden. In Duitsland en Oostenrijk hebben ook dit soort zaken gediend en hebben effect gehad. De hoogste rechter in Keulen besloot vorige maand bijvoorbeeld dat online casino PokerStars 58.000 euro moest terugbetalen aan een speler omdat het casino zonder vergunning kansspelen had aangeboden. Dat is een beetje de vraag inderdaad wie hier gelijk heeft. Ja. Zullen we eens even de kranten gaan kijken? In het Financiële Dagblad, je hoort het net al, de EU moet regels voor staatssteun versoepelen om te voorkomen dat strategisch belangrijke energie-intensieve sectoren naar Amerika verplaatsen, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen gisteren in Brugge in een speech. En D66-fractieleider Jan Paternotte waarschuwt in hetzelfde FD dat het migratiedebat in Nederland dreigt te ontsporen. Afspraken over arbeidsquota en tewerkstellingsvergunningen is een pad waar je niet op moet gaan, zegt hij. Ook in de krant, KLM maakt het juridisch gemakkelijker om financiële steun te ontvangen zonder dat het risico ten goede komt aan Air France. Agendapunt wordt vandaag besproken in een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Ja, en dan Shell gaat samen met het Amerikaanse New Scale Power onderzoek doen naar een kleine kernreactor die waterstof maakt. Dat hebben bedrijven in een intentieverklaring samenwerkingsovereenkomst getekend. En daarvoor schrijft ook het FD. In de Financiële Telegraaf dan. Nederland beschermt KLM en Schiphol door overstappende passagiers op onze nationale luchthaven geen uitstootbelasting op te willen leggen, zegt Ryanair-topman Michael O'Leary in gesprek met de Telegraaf. En in NRC, Isola huurde zonder het te weten eigen van eigen cardiologen vastgoed in. We vertelden het al eventjes. 5 panden hadden ze. Voor 3,5 ton per jaar werden die gewoon verhuurd aan het ziekenhuis zonder dat het er zelf van wist. In de Telegraaf, verre student alsnog gelokt. Ondanks zorgen over de forse toename van internationale studenten en de verhoogde druk op de woningmarkt proberen universiteiten en hogescholen nog steeds om studenten vanuit de hele wereld naar Nederland te lokken. Ja, en dan in Trouw, inwoners blijven in ijskoud Gerson. Nu ben ik vrij, zeggen ze. Inwoners zitten sinds de Russen zijn verdreven in de kou en zonder elektra, maar toch blijven ze, ook al kun je volop beschieting horen buiten de stad. Ook in die krant, snorfietser lonkt naar de fatbike waar je geen helm voor op hoeft. Wat gaan snorfietsers doen als zij per 1 januari een helmplicht krijgen? Nou, zij kiezen dan dus voor een brommer of zo'n fatbike, denken de ANWB en de rijvereniging. Ja, en dan steun uit Brussel kan de Lelylijn een belangrijk duwtje geven. Ja, daar zijn we weer. Inderdaad, het eind van het jaar nadert. We gaan weer een nieuwe treinverbinding naar Groningen leggen. Dat kan rekenen op extra EU-geld. Er is Europees geld in aantocht voor de aanleg van die lijn. Een spoorlijn die de Randstad met het noorden van het land moet verbinden. Wordt opgenomen in het zogeheten Trans-Europees Transportnetwerk, TETN. En dat heeft verschillende voordelen in het AD vandaag. En dan nog even naar Zoetermeer, want de glazen overkapping van de onveilige Nelson Mandela-brug over de A12, die wordt met spoed ontmanteld, is besloten na een advies van Rijkswaterstaat. Vrijdag heeft die gemeente de brug plotsklaps gesloten omdat er mogelijk sprake was van instortingsgevaar. Aanleiding, 2 onderzoeken naar scheuren in de constructie, vertelt wethouder Marijke van der Meer bij de NOS. Daar is behoorlijk diep gegraven om dat uit te vinden. We moesten helemaal terug naar de bouwtekening uit 1989. Uiteindelijk is daar een rapport van gemaakt. Toen we dat rapport kregen stond daar heel duidelijk op: de brug is niet veilig. Nee, en dus moet er wat gebeuren. Experts hebben dit weekend de situatie beoordeeld, hebben gezegd dat er voor 1 januari maatregelen nodig zijn, want door langdurige kou kunnen de scheuren mogelijk groter worden. En dus gaat de gemeente de komende dagen kijken of alleen die kap wordt verwijderd en de brug daarna met een andere constructie veilig wordt gehouden, of dat de brug vergaand ontmanteld wordt. En dat laatste zou het meest voor de hand liggen. Maar die brug, die in 2012 nog werd verkozen als
als een van de lelijkste plekken van Nederland. Blijft sowieso dicht en die kap moet sowieso weg. De voorbereidingen daarvoor beginnen vandaag. En dus zijn station Zoetermeer en een nabijgelegen tramhalte voorlopig ook dicht, omdat de brug de enige manier was om daar te komen. En dat is tamelijk onhandig, zeggen deze reizigers bij Omroep West. Het is zeker een drama, want het is de belangrijkste verbinding in Zoetermeer tussen de wijk Rokkeveen en het stadshart. En als dat voor fietsers en voetgangers niet meer beschikbaar is, dan zijn er hele vervelende omleidingsroutes die vooral in de avonduren heel onheimelijk zijn. Nou heeft de gemeente wel voor vervangend vervoer gezorgd, zodat je wel makkelijk ergens een treintje kan pakken. Ja, maar je kan je fiets niet meenemen, denk ik, in die busjes. Nee, dat dan weer niet. Het goede nieuws voor de automobilist, of het slechte nieuws. Het verkeer onder de brug hoeft niet te worden stilgelegd. Dus geniet nog maar even van zoveel lelijkheid als je deze ochtend onderdoor rijdt. Een paar jaar geleden werd trouwens ook al gesproken over het slopen van de brug. En daar waren deze inwoners van Zoetermeer niet rouwig om geweest. Vreselijk lelijk ding. Heel blij dat hij verdwijnt. Heel blij. Al die vieze troep hier. En nee, ik vind helemaal niks. Hij heeft geen uitstraling. En het is niet dat je zegt, dit is een modern bouwwerk. Tjonge, prachtig. Wat ik wel vind, is als je de brug uitkomt, sta je in het niks. Want ze hebben geen hier, geen winkels, geen centrumverwijzing. Ja. Je staat echt in. Geen niks. Een beetje zoeter minder is het eigenlijk. En dan denk ik, Bas, ja? Hadden ze maar weggehaald. Oh, dat denk ik ook. Nu geen probleem. Maar nu gaat hij zelf weg, gelukkig, dat gele enge ding. Als je mij volgt, word je financieel onafhankelijk. Als jij het zo goed weet, waarom wil je dan geld verdienen door het aan mij te vertellen? In het nieuwe seizoen van Achtergesloten Deuren ontrafelt het FD de grote beloftes van de finfluencers. Vind hem overal waar je podcast luistert.